We praten met Flevolanders in het buitenland, hè? Hier in Nederland is het natuurlijk het devies nog steeds: blijf zoveel mogelijk binnen. Maar ja, hoe is dat in het buitenland? Bosnië bijvoorbeeld, daar woont al een paar jaar Almeerder Nick Teunissen. Goedemorgen, Nick. Rietro, goedemorgen, Flevoland. Hi, hoe is het bij jullie? Ja, goed. Rustig, as always. We zitten op een hele mooie plek en daar is het heel rustig. Weekendhuisjes, er zijn wel veel mensen naartoe gekomen inmiddels. Bosniërs hebben veel buitenhuisjes, moestuintjes. Dus de reuring in het zijdorpje van Sarajevo neemt wel toe. Maar alles loopt gewoon heel rustig en gemoedelijk. Juist, mooi. Zeg, vorige week vertelde je ons over besmettingen onder medisch personeel in medische centra. Ja. Hoe zit het met testen bij jullie? Wij hoorden iets over sportvliegtuigjes. Ja, je moet je voorstellen, we hebben hier in Bosnië vier klinisch medisch centra die officieel die tests mogen uitvoeren en dus ook mogen constateren dat iemand wel of niet corona heeft. Bosnië is een land dat zo groot is als Nederland. De meeste testcentra zitten dus in dat land, het zijn er vier. Maar als je die tests van andere plekken uit het land hier naartoe moet krijgen, dan moet je door een heel bergachtig landschap. Er zijn weinig tot geen snelwegen, dus het kan heel lang duren voor je die tests hier ter plekke hebt, onder andere dus in Sarajevo waar getest kan worden. En je moet je voorstellen, als je in het noorden zit van Bosnië, Bihać bijvoorbeeld, en je moet naar Sarajevo toe, dan kost het je dat 7 uur per auto. En dus worden er nu ook sportvliegtuigen ingezet om de boel over te vliegen. Ja, oké, okay, en die laat hij het dan vallen of zijn er allemaal ook vliegveldjes om te landen en te stijgen? Ja, hier spullen uit de lucht naar beneden gooien roept gelijk associaties op met heel wat jaren geleden. Dus dat ja. Doen ze niet. Nee, ze landen netjes. Okay. En dat is overigens Bosnische humor, hoor. Donkere humor mag hier. Oh, oké, okay. Doen we gewoon nou mee. We hebben nog meer vliegnieuws. De KLM heeft deze week een repatriëringsvlucht gedaan. Ja, of de KLM is, dat is niet zeker. Het was in ieder geval de Nederlandse overheid die heel netjes gewoon een repatriëringsvlucht had georganiseerd voor gestrande Nederlanders in het buitenland, dus ook hier op de Balkan. Die vlucht is gisteren aangekomen en vervolgens ook weer vertrokken. Een aantal Nederlanders heeft ervoor gekozen om niet met die vlucht mee te gaan. Die hadden daar wat onheimische gevoelens bij. Mm-hmm. Dat komt mede omdat later bekend werd dat die vlucht niet alleen dus in Sarajevo zou landen, maar ook naar een aantal andere hoofdsteden op de Balkan zou afreizen en vervolgens weer terug zou vliegen naar Nederland. Dus heel veel mensen vonden dat gewoon niet prettig, dat ze in een vliegtuig met zoveel mensen weer cityhoppend terug naar Nederland zouden vliegen. Ja. Dus we hebben ervoor gekozen om gewoon te blijven. Ja, ik ook. Ja, jij ook. Maar je hebt er een huisje en je zit er al een tijdje. Maar als je nou niet gewend bent om in Bosnië te wonen, je denkt, ik wil naar huis. Ja, maar ja, je moet je voorstellen dat mensen die er ook voor gekozen hebben om niet op zo'n vlucht te stappen, hier eigenlijk ook al hele lange tijd werkzaam zijn vaak. En die zijn ook vrij nuchter en die hebben zoiets van, vooralsnog is de situatie gewoon in ieder geval voor ons niet paniekerig. En die mensen die hebben zoiets van, het is prima. En je moet je ook voorstellen, kijk, ik was hier om onder andere ook een tournee voor mijn voorstelling voor te bereiden, die hier in de Balkan zou spelen. Maar ik was hier ook om een boek te schrijven en dat gaat over Srebrenica. Dat is een hoofdstuk uit de oorlog. Daar is op de kop af dit jaar, 25 jaar geleden, werd er genocide gepleegd. Ja. Ik schrijf daar een boek over. Ik ben inmiddels heel erg bekend en bevriend geraakt met vrienden en nabestaanden en slachtoffers. En ik zou het als Nederlanders een persoonlijke motivatie ook een ontzettend slecht bericht vinden. Een ontzettend slecht signaal dat ik nu uitgerekend als Nederlander op de kop af 25 jaar na dato het land wederom verlaat. Dus dat is ook voor mij een persoonlijke afweging om dat niet te doen. Dus er komt meer bij kijken. Bij mij dan alleen maar te denken, in Nederland is de medische voorziening beter. Ja. Ja. Hey, zeg, komend weekend is het natuurlijk Pasen. Hoe wordt dat bij jullie gevierd? Ja, dat normaliter wordt dat uitbundig gevierd. De Bosnische mensen zijn zeer sociaal. En familieleven, dat staat hier echt bijna op nummer 1 eigenlijk wel. Zo niet op nummer 1. Zit het land een beetje bijzonder in elkaar. Maar goed, om je voorbeeld te geven, de Bosnische Kroaten, de mensen met een katholieke achtergrond, die wonen ook in Kroatië, om je maar een voorbeeld te geven. Diaspora, mensen zijn allemaal naar het buitenland gegaan, vrijwillig of noodgedwongen door de oorlog. Die willen natuurlijk met Pasen en mas bij hun familie in Bosnië zijn. Nou ja, Bosnische Kroaten hebben een dubbel paspoort. Dus een Kroatisch paspoort en een Bosnisch paspoort. Met het Kroatisch paspoort kom je hier niet binnen. Buitenlanders mogen niet meer naar binnen. Maar met het Bosnische paspoort wel. Mm-hmm. Dus heel veel families die hadden zoiets van, wat leuk, weet je, met dat paspoort gaan we even lekker vakantie vieren bij familieleden in Bosnië.
Alleen, daar was de regering niet zo heel erg blij mee. Want je wil die concentratiemensen natuurlijk niet bij elkaar hebben met die feestdagen. En een aantal mensen had zich al voorgenomen om bijvoorbeeld met een kalendertje ernaast te kijken van we moeten waarschijnlijk in quarantaine bij de grens. Ja, dat moet. In een tent. Dan moet je verplicht 2 weken in quarantaine. Nou ja, daar houden we dan rekenschap mee. Dus dan gaan we 2 weken in quarantaine. Dan zijn we precies op tijd bij onze familie in Bosnië. Verpasen. Dus de voor Pasen. Dus de Bosnisch-Kroatische leider heeft gezegd: mensen, blijf alsjeblieft thuis in Kroatië. Ga niet reizen. Ja. En vooralsnog ziet het er allemaal prima uit. Oké, maar in quarantaine in een tent dus. Nou. Ja, het leger, ja, alle kleinere grensovergangen tussen Bosnië en Kroatië zijn gesloten. De grote zijn nog wel open. Maar daar staan door het leger opgebouwde professionele tenten. Zo. En dan moet je verplicht 2 weken in vertoeven. Nou ja, verblijven. Mm-hmm. Vertoeven is het niet. Het heeft allerlei associaties met gezellig, maar dat lijkt me niet. Je moet daar 2 weken verplicht in zitten. Dus dat is geen pretje. Zeker niet als je met hele gezinnen reist. Nee, zeker niet. Okay. Maar ja, sommige mensen wilden dat voor lief nemen. Ja, je hebt altijd, ik begrijp het. Bijzondere ja. mensen. Ja. Waarom? Nou, desondanks, fijne Pasen, Nick. En bedankt voor je bijdrage. Merci, dankjewel.